ben genomineerd door mijn zus voor de Ice Bucket Challenge. Een absoluut onzin, daar wil ik niet aan meedoen. Echt waar? Echt waar? Echt waar? Echt waar? Maar nou, niet meedoen is nog flauw. Ik doneer niet aan de ALS Foundation omdat ik gewoon tegen stichtingen ben die het gros van hun geld spenderen aan het halen van geld. Daar gaat 7% van de ALS Foundation naar echt onderzoek. Dus ik doneer aan het fonds van Aaron Winborn, een druppel vriend die 4 jaar geleden ALS kreeg. En zijn werkgever heeft een fonds gemaakt om hem en zijn familie te helpen. Omdat het al regent tussen en het is echt, ijsblokjes in, het is echt koud. Omdat ik echt de laatste persoon wil zijn die de ALS Ice Bucket Challenge doet. Ik ga het niet lukken. Ja, omdat ik echt de laatste wil zijn. Ik wil zelfs het Jeugdjournaal heeft het niet meer over. Het enige waar we nog over gaan hebben is op 30 december of 31 december. Eind van het jaar in het jaaroverzicht. Nou, daar wil ik dan als laatste man in. En daarom doneer ik... Je bent niet de laatste, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik nomineer namelijk de paus Franciscus. De premier Mark Rutte en de koning Willem-Alexander. En dan weet ik zeker dat hij het allemaal niet gaat doen en dat ik de laatste ben. En here it goes. 3, 2, 1. Here it goes. 3, 2, 1. Dat is koud. En hoe gaat het net je? Ja, het is koud. Ik ga even onder de douche. Nee, stop maar, jongens. Dat is koud. En here it goes. 3, 2, 1. Dat is koud.